Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video. Welkom in Wolfrat. Mijn Duits is niet al te best en laat staan met topografie. Ik weet dat het tussen Düsseldorf en Dortmund ligt. Zo ongeveer 3 uurtjes rijden vanaf Utrecht. En als je denkt, waarom loop je nu al zo te hijgen? Nou, het is bergopwaarts. Je kan zien dat ik ergens in een soort van steengroeven sta. En vandaag ga ik uiteindelijk proberen om een level 2 te halen voor het off-road rijden. En dat doen we bij Land Rover Experience. En dat zit dus in Duitsland. Level 1 heb ik in Nederland gehaald. En level 2 schijnt een heel stuk moeilijker te zijn. Dus moet het terrein ook wat moeilijker zijn. En vandaar dat we in het pittoreske Duitsland zijn. Om even een idee te geven hoe het hier is. Hier staat een mooi bordje. Daling van 110%. En als je er zo naartoe loopt, dan zie je het nog niet eens. En dan... Ja. Het leuke is dat het vannacht enorm heeft lopen regenen. En dat maakt het off-road rijden natuurlijk een stuk leuker. Een stuk moeilijker ook. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is. Ik heb me ingeschreven om dit te doen met een Discovery Sport. Omdat, dat weten jullie natuurlijk, ik heb een Disco Sport. En je kan ook kiezen voor een Range Rover of een Defender. Misschien dat we wel in een van die auto's nog verder op deze video daarmee gaan rijden. Maar ik vond het veel belangrijker om met een Disco Sport te leren wat je allemaal in het terrein kan. Simpelweg natuurlijk omdat ik ook zo'n auto bezit. En nee, deze video is niet gesponsord door Land Rover. Het is vrij kostbaar om hieraan mee te doen. Iets meer dan €400 kost zo'n dag. En dan ben je echt zo'n 8 uur onder de panden, inclusief lunch. Nou ja, en natuurlijk alle mensen en materiaal. Ik bedoel, je mag in alle auto's rijden als je dat wilt. En het is natuurlijk wel even een serieus dingetje. Maar goed, ik wil het gewoon heel graag met jullie delen. Dus jullie kunnen het eigenlijk gewoon zien als gratis lesstof. Ik betaal de volle map en ik probeer zoveel mogelijk informatie door te spelen aan jullie. Nou, daar gaan we. Ik mag er gelijk met het makkelijkste beginnen. Echt volledig schuin op een wand. Ik denk dat het zo'n graadje of 30 is. Niet Celsius, maar de hoek. Dus ik ben heel benieuwd. Dus de camera hangt nu nog recht. Maar ik denk dat we zo behoorlijk schuin gaan staan. Oké. Recht blijven zitten. Zelf recht blijven zitten. Daar ja, daar zit hij. Dat is echt onvoorstelbaar. Bij het oprijden komt je achterwiel volledig vrij. Je hangt echt zo'n stuk boven de grond. Want hij is vierkant. Je hebt dat wiel omhoog gestuurd. Ja. Drukt hij dat wiel naar beneden, maar dat wiel komt vrij. Die moet ergens naartoe. Ja. Dus eigenlijk hang je op twee wielen op dat moment. En dat is ook wat tractiecontrole doet. Die laat die wielen dan niet extreem spinnen. Dus ook nog steeds vermogen op de wielen hebt waarmee je kan rijden. Dan heb ik nog controle over die situatie. Je ziet hem daar al in de achtergrond, dat is Benno, dat is de instructeur. Is toevallig dezelfde als die ik ook bij level 1 had. Ik heb het ook gevraagd of hij toevallig ook weer bij level 2 aanwezig kon zijn. En dat is echt onwijs ervaren off-road instructeur. Nou, ik ben in 2014 gerecruiteerd, zoals ze dat zeggen. Hè? Dus, ja. Vanaf 2014 ben ik in de opleiding gekomen. Eind 2014 de eerste trainingen gedraaid. En eigenlijk 2015 gestart met officieel werken. En daar staan we nog iets bij dat jij zelf een hele leuke Land Rover hebt. Ik heb er 3. Die komen nooit alleen. Altijd eventjes met meerdere... Nee, ik heb 2 hele oude. 1 van 75 en 1 van 78. En eentje uit 2013. Gaaf. Heel gaaf. Ah, oh, we mogen alweer. Oké, laat hem maar komen. Je staat er nog van te kijken hoeveel tijd je ook weer buiten de auto doorbrengt. Niet alleen omdat natuurlijk ook andere mensen nog in dezelfde auto moeten rijden. Je deelt hem vaak met 2 of 3 personen. En hetzelfde parcours doet eigenlijk iedereen, dus je komt wel aan bod. Maar je moet ook leren je medebestuurder zeg maar, te helpen door het terrein. En simpelweg omdat je zo weinig ziet. Je ziet echt helemaal niks als je zelf achter het stuur zit. Dankjewel.
Nou, zie je die extra grijze haren? Ja, ja, die zitten er een paar. Ik weet dat het op camera niet heel indrukwekkend uitziet, maar geloof me, in het echt is het een stuk steiler. En je kan al zien, er liggen een soort van kinderkopjes onder de herfstblaren, dus dat is niet heel ideaal. Maar ik ben toch wel blij om te zien dat gewoon zo'n discootje sport zich prima naar beneden weet te redden met een simpele heel decent control. En die grijpt dan zelf in. Het ziet er heel raar uit, maar het hoort wel op die manier te gaan. Ja, het hoort op die manier te gaan. En je ziet ook heel mooi hoe hij hem recht houdt. Hè? Ja. Hij laat hem gaan, hij gaat veel harder dan dat hij eigenlijk in eerste instantie ingesteld heeft gekregen. En hij houdt die auto recht op zijn weg. En met gang omhoog. Oké, okay. Nou, daar gaan we. Kan je geen snelheid meer maken? Ik denk, ik ga toch eventjes doorgaan. Dat is eigenlijk om de energie uit die auto te krijgen. Die auto die ging dansen, daardoor verloor hij zijn grip. Ja. Dan kan ik wel zeggen stop, maar dan zet je wielen stil terwijl er geen grip is. Nee. En dan ga je weer terug naar beneden. Dan glijdt hij glijd terug. Dat eigenlijk tot stilstand kwam en toen zet hem dan maar stil. Ja, dat geeft wel rook. Het is toch wel weer een stuk moeilijker dan je in eerste instantie had gedacht. Terwijl ik hier door de bosjes heen loop. En daardoor is het me ook iets minder gelukt om die informatie gelijk door te spelen naar jullie. Ik was zelf zo druk bezig met hetgeen wat je geleerd werd om gelijk toe te passen. Dat het er even bij heen schoot dat ik het gelijk ook aan jullie wilde delen. Maar goed, alsnog hebben jullie hopelijk een idee gekregen wat er een beetje bij komt kijken. Het zonnetje is echt hard aan het zakken. We gaan zo als goed is nog even lekker barbecuen. Eerst maar eens even kijken nog of ik het certificaat ga krijgen. Ja, het is gelukt. Level 2 in de pocket. Even kijken of het scherp stelt. Yes. Blij dat ik die heb weten te halen. Dat betekent dat we binnenkort dus level 3 mogen gaan doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga snel mijn spulletjes weer inpakken. Terug naar huis. 3 uurtjes sturen ongeveer in de donker. Daar ben ik iets minder blij mee. Jullie in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!